Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. Heeft Ajax zijn oog laten vallen op een nieuwe verdedigende versterking vanuit de Premier League? Volgens ingewijde bronnen staat Ryan Aitnouri, de jonge linkervleugelverdediger van Wolverhampton Wanderers, hoog op de verlanglijst van de Amsterdamse giganten. Ait Nouri, bekend om zijn snelheid en techniek, zou zomaar de nieuwe sensatie van de eredivisie kunnen worden. Geboren in de Parijse voorstad Montreuil en opgegroeid in Fontenay-Sous-Bois, heeft deze Frans-Algerijnse speler een indrukwekkende groei doorgemaakt. Vanuit de jeugdacademie van Angers, waar hij al op 16-jarige leeftijd een profcontract tekende, heeft Ait Nouri zich ontwikkeld tot een veelbelovende linksback. Zijn recente prestaties bij Wolverhampton, waaronder een cruciaal doelpunt in de eerste Premier League-wedstrijd van coach Julen Lopetegui, hebben zijn reputatie alleen maar versterkt. Ajax, dat altijd op zoek is naar technisch vaardige spelers die het spel kunnen openbreken, zou in Ait Nouri een perfecte aanwinst zien. Zijn vermogen om zowel in de verdediging als in de aanval een rol te spelen, paast goed bij de dynamische speelstijl van de club. Met Nico Tagliafico en Deily Blind in vorige seizoenen heeft Ajax bewezen hoe belangrijk de rol van een veelzijdige linksback is in hun systeem. Financieel gezien zou de overgang van Ait Nouri een grote investering betekenen. Wolverhampton heeft de speler definitief overgenomen voor bijna 10 miljoen pond, en gezien zijn recente prestaties en jonge leeftijd zou de vraagprijs aanzienlijk hoger kunnen liggen. Echter, met Ajax' recente successen in Europa en de verkoop van enkele sleutelspelers, lijken de financiële middelen aanwezig voor zo'n strategische toevoeging aan het team. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Ryan Aitnoury staat bekend om zijn uitzonderlijke capaciteiten op het veld. Die hem tot een potentiële ster voor Ajax zouden maken. Zijn technische vaardigheden zijn opmerkelijk, met een natuurlijk vermogen om tegenstanders te passeren en precieze crosses te leveren. Ait Nouri's spelintelligentie komt tot uiting in zijn positionering en besluitvorming, essentieel voor het snelle en aanvallende voetbal dat Ajax nastreeft. Zijn snelheid en behendigheid maken hem een dreiging langs de flanken, een gebied waar Ajax graag domineert. Ait Nooris vermogen om zowel defensieve taken te beheren als aanvallend te ondersteunen biedt een dynamische dimensie aan het team. Deze kwaliteiten zouden hem niet alleen tot een versterking van de verdediging maken, maar ook een belangrijke schakel in de aanvalsopties van de club. Daarnaast is Ait Nouri's jeugd een veelbelovend aspect voor Ajax, dat bekend staat om het ontwikkelen van jong talent tot wereldklasse spelers. Met de juiste coaching en een stimulerende omgeving kan zijn potentieel nog verder worden uitgebouwd. Zijn progressie bij Wolverhampton en ervaringen in zowel de Franse als Engelse competities hebben hem voorbereid op de uitdagingen en kansen die de eredivisie biedt. De verwachtingen van de Ajax-fans zullen hoog gespannen zijn, mocht de transfer doorgaan. Met zijn aanstekelijke energie en bewezen trekrecord in topcompetities zou Ait Nouri een sleutelfiguur kunnen worden in het nastreven van binnenlandse en Europese successen. De combinatie van zijn jeugdigheid en ervaring maakt hem een spannende toevoeging aan de Ajax-selectie. Vol potentieel om een blijvende impact te maken. Terwijl de geruchtenmolen blijft draaien, wachten Ajax fans in spanning af. Zal Ait de overstap maken naar de Nederlandse velden? En zo ja, kan hij de hoge verwachtingen waarmaken en Ajax naar nieuwe successen leiden? Alleen de tijd zal het leren, maar één ding is zeker, de potentie voor spektakel is aanwezig. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.